We zijn van e-learning.nl. Heeft u net het verhaal gehoord? Ja, ik heb het verhaal gehoord. Wat zijn de sterke punten eruit of de zwakke punten? Oh, vraag me meteen de samenvatting van het hele verhaal. Nou, de kernpunten voor u. De kernpunten. Nou, ik vond één zin vond ik heel aardig. Een parafrase van Jeroen van Maastricht, die had het over achteruit de toekomst inlopen. En dan denk ik van ja, dat is nou eens een hele kernachtige samenvatting waar we vooral in het onderwijs hevig mee bezig zijn. Ja. En hoe kunnen we dat veranderen? Nou, als ik dat zou weten, dan had ik misschien vanmorgen een lezing hier. Oké, is voor de volgende keer dan. Dank u wel. Ja, graag gedaan. U heeft de verhalen net gehoord. Ja. Wat sprong eruit? Nou, de verhalen voor die generatie en hoe die naar zaken kijken en met zaken omgaan, dat sprak erg aan. En ik ben benieuwd wat voor gevolgen dat allemaal zou moeten hebben voor het onderwijs. Ja. Wat denkt u dan aan? Wat voor soort gevolgen zou het kunnen hebben? Hoe kunnen we het onderwijs zo maken dat het wel aansluit bij die generatie? Ja, daar ben ik nog niet helemaal aan uit. Alleen ik heb voor mezelf wel het idee dat ik moet omdenken. En dat ik vanuit mijn traditionele denkwijze over onderwijs, dat ik daar langzamerhand afscheid van moet nemen. Ja. U gaat ook gamen vanavond? Ja, dat doe ik al regelmatig, dus dat is het probleem niet. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Wat heeft u uit de verhalen van net over de netgeneratie en gamen opgepikt? Het verhaal van Jeroen van Maastricht had ik al een keer eerder gehoord, maar dat was weer actueel geworden. En dat vind ik een heel sterk verhaal, om ook echt op te letten dat je niet gaat alleen voor het uiterlijk, zeg maar, meer voor de laag eronder in games, wat dat met leren ook te maken kan hebben. Het eerste verhaal vond ik meer gaan over e-business dan over e-learning. En je kunt daarmee wel, als je denkt aan leren of onderwijs, bedenkt van ja, wat voor mensen krijg je in huis. Maar ik vind het vaak ook verhalen van je kijkt om je heen en je weet ook wel iets van de mensen en de nieuwe generatie in kenmerken. Dus die vond ik in die zin wat minder inzicht geven wat betreft ja, het leren. Ja, en eigenlijk bestemd meer, het ging meer over marketing voor mij. Dus, ja. En het tweede verhaal van Jeroen van Maastricht. U ziet die fout wel gemaakt worden dan? Dat er te veel spellen zijn waarbij het om de buitenkant draait? Ja, en het is ook heel lastig om mensen daar op een andere manier naar te laten kijken. Ik vind dat hij dat met zijn verhaal heel goed doet, heel sterk maakt. En in de praktijk merk ik dat het dat kan niet met één gesprek. Je hebt je mensen niet overtuigd van dat het eigenlijk ergens anders in zit. Zij heeft een goede rol daarin, vind ik. Oké, dank u wel. Goed, graag.